Ik sta hier op een prachtige locatie voor het jachtslot Mokeheide, waar de tweedaagse wedstrijd, de Dutch Student Sales Challenge, wordt gehouden. 10 studentenkoppels uit 10 deelnemende hogescholen uit heel Nederland strijden om de titel Best Sales Talent. De Han doet ook mee. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lion in the morning sun. Kan je me uitleggen wat dit evenement precies inhoudt? Ja, dit evenement is een landelijke wedstrijd tussen de belangrijkste hogescholen in Nederland. Om uit te maken wie van die hogescholen het beste salestalent in huis heeft. En wat moeten de studenten vandaag precies doen? Ze moeten, vandaag moeten ze een hele grote case tot een goed einde brengen. Dus uiteindelijk moeten ze een order scoren. In dit geval moeten ze beamers gaan verkopen aan deze locatie. Dat is de case. En dat doen ze in 2 rondes. In de eerste ronde moeten ze gaan kennismaken met het landgoed en gaan inventariseren wat hier speelt. En in de tweede ronde moeten ze een product presenteren en daar de prijs van onderhandelen. En dan natuurlijk de handtekeningen op de order krijgen. Hoe ging de opdracht? Dat was wel heel pittig, is ook heel intensief. We zijn wel echt uitgeput na 2 dagen, vind ik. Maar je leert er gewoon heel veel van. En elke keer als je feedback krijgt, wil je liefst gewoon weer meteen opnieuw beginnen en er iets mee doen. Maar ja, dat kan helaas niet. Wat houdt zo'n salesgesprek precies in? Tom Jacobs. Welkom weer erom. Hallo. Welkom weer erom. Ja, dankjewel. Je bent vorige week geweest en hebben inventarisatie gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie offerte. Ja. Ja, dit is wel de beamer die ik zoek. Okay. Dus daar ben ik zeer tevreden over. Ja, waar ik dit dan tevreden over ben, de prijs. Ja. En wat stelt u voor? Nou ja, kijk, mijn budget die is maar 35.000 euro. Ja. En we hadden echt de begroting dat het daarin zou moeten passen. Ja. Dus ik wil u eigenlijk vragen van, kunt u het voor 35.000 euro doen? Ja, dat kan zeker. Als u ons kunt beloven dat u ons het serviceonderhoud in de komende jaren zal laten doen. Dan kunnen wij hier bij elkaar de hand geven. Oké, hartstikke mooi. Dank u wel. Oké, bedankt. Dank u wel. Nu is het tijd voor de uitslag. De winnaars krijgen een traineeship van 1 week bij OC. Ze mogen een week rondrijden in deze mini. En ze krijgen een pak op maat. Er staat dus heel wat op het spel. Ik kan het echt niet anders maken. Jullie waren absoluut de beste. Vonden wij met z'n allen hogeschool winnen zijn. Ja. Jullie hebben gewonnen. Een korte eerste reactie? Ja, geweldig, onverwacht. En het was echt een fantastische ervaring. Echt. Ja. En wat vind je van de prijs? Ja, geweldig. Dat is hartstikke leuk. Een week meelopen, het is gewoon een eer. Het is hartstikke leuk, ja. En jij? Ja, het is geweldig. Ze bieden fantastische dingen aan. Maar ik moet echt nog even bijkomen. Ik moet het nog even laten bezinken. Je hebt helaas niet gewonnen. Hoe kan het? Misschien toch onvoorbereid ten opzichte van de andere scholen. Die zijn er toch meer mee bezig geweest, merk je ook wel. Maar maak verder helemaal niet van geleerd. En kun je alleen maar meenemen voor later. Dus superleuke ervaring. Ja. Een goede aanrader voor aankomende studenten voor volgend jaar? Zeker weten, want de manier van onderhandelen en het rollenspel is heel anders dan op school. En het is echt veel realistischer, zeg maar, van hoe het in het bedrijfsleven ook gaat. Het is echt, ik zou het sowieso weer doen. Sowieso. Ja.